van de VVD, dus hier zitten al mijn collega's. Ja. Wat je gemiddeld zo ziet is één Kamerlid met een medewerker en heel af en toe ook nog een stagiair. Iets verderop zit de Partij van de Arbeid. Aan de andere kant van het gebouw zitten de ChristenDemocraten, CDA, D66 en ook de PVV van Geert Wilders. Oh, ja. Dit is dan het gebied waar eigenlijk alle journalisten staan. Ja, want dit, dat herken je waarschijnlijk. Ja. Hè? Nu staat er nog niemand, maar je zult zien straks over 2 uur staat het hier vol met journalisten. En dan moeten wij ons daar een soort weg doorheen banen. Dan krijg je overal vragen. Ja. Dat is altijd een beetje een spannend moment, maar ook wel weer heel erg leuk. Ja, dat snap ik. Ja. Nou, gaan we even naar de Tweede Kamer. We applaudisseren voor jou of voor jou? Voor jou. Ja. Dat is wel heel erg grappig. Ja. Geert Wilders zit daar, altijd goed werken. De jongen zit eindeloos, zit hij altijd heel zenuwachtig met zijn pen te spelen. En dat zie je hier. Oh, ik zie het. Ja. Spreek je een beetje Filipijns, geloof ik? Wat zou jij zo adviseren om daar te zeggen? Als je echte Filipino's echt gewoon indruk wilt maken, dan moet je het lied Anak leren. Filipino's kun je alleen maar het hart veroveren via muziek en via de gitaar. Nou, dat klinkt wel heel goed in mijn oren. Als je dat voor elkaar krijgt, dan weet ik wat ik moet doen als ik uit het vliegtuig kom. Zingend daar naartoe. Nou, stel nu eens dat wij hier aan het debatteren zijn en je wilt daar een punt maken omdat je het niet eens bent met Rutte. Dan loop je naar voren, kom maar even mee. En dan wil je een interruptie plegen. Dan kun je op 2 manieren doen. Ja. Je kunt je voet zetten op deze bar. Dan gaat de microfoon aan. Oh. En dan ben jij te horen in de hele zaal. Nu niet, omdat er geen voorzitter is. Je kunt het ook zo doen. Dus door dit knopje in te drukken. Okay. In het begin, als je net Kamerlid bent, dan weet je dat niet. Dus ik dacht eerst, ik druk 1 keer een knopje. Oh. En dan zal die wel aanstaan. Dat is niet het geval. Je moet hem zelf aanhouden. Ja, oké. Ja, en dan kan ik zo praten. Ja. En het iedereen toespreken. Oh, je kan hier ook nog je telefoon opladen. Zo is dat. Ja. Ik ben het nu niet met jou eens, dan kom ik naar voren en zeg van, sorry wat je me nu vertelt, daar klopt helemaal niets dat van. Dat klopt niks van, maar dat klopt wel. Trots, optimistisch en tolerant, dat zijn volgens mij de kernwoorden van Nederland. Ja, mooi. Nou, hartstikke bedankt. Heel veel succes. Ja, bedankt. Ja.